Ik zal me nu even beperken tot het deel wat over wonen gaat. Want anders ben ik hier zeker meer dan 5 minuten bezig. En wonen is al een heel interessant vraagstuk. Wereldwijd neemt de bevolking nog altijd flink toe. Zeker tot 2050 wordt verwacht dat die bevolking zal toenemen. En ook in Nederland. Al zijn de marges voor wat betreft die groei in Nederland veel groter. Wat in Nederland ook toeneemt is de vraag naar woningen. En die neemt zelfs nog harder toe dan die bevolking. Dus dat zegt ons ook wat. En ook daarin zijn die onzekerheden heel groot. Want zolang we ons dat kunnen veroorloven, gaan we dus blijkbaar steeds meer ruimte gebruiken en verorberen. Steeds meer wonen we ook in steden. Wereldwijd zal rond 2050 ongeveer 2/3 van de mensen in een stad wonen. Dus die stad, die trek naar de stad, die zie je ook in Nederland terug. Maar dat behoeft wel een beetje nuancering. Want voor die wereldwijde statistieken is Nederland gewoon 1 stad. Dus daar hoeven we geen onderscheid tussen te maken. In die statistieken is Nederland eerder een dunbevolkte stad dan een dichtbevolkt land. Wat wij vaak zelf denken. En dat strekt zich overigens ook verder uit dan alleen maar in Nederland. Dus dat gaat over het hele gebied. Wat tot het Roergebied loopt, wat tot Lille loopt, het hele Euro-Delta-gebied wat genoemd wordt, daar wonen al ongeveer 40 miljoen mensen. Dat is een enorm aantal. En toch zien we dat niet echt als een stad voor onszelf. En dat heeft heel erg te maken met de structuur waarin we dat hebben opgebouwd. Namelijk allemaal kleine stadjes, steden en dorpen die onderling heel sterk verbonden zijn in 1 groot netwerk. En dat geldt zeker ook voor Flevoland, dat effect. Je ziet dat heel sterk. Die verbindingen vanuit het oosten en zuiden en het westen worden allemaal sterker. Je ziet het ook aan de manier waarop we plannen over de nieuwe woningen in Flevoland. Flevoland is onderdeel van de verstedelijkingsstrategie aan de westkant van de metropoolregio Amsterdam. Aan de oostkant van de regio rondom Zwolle. Dus daar zie je het al. Maar dan is wel de vraag, is Flevoland een overloopgebied of is dat echt een volwaardig paststuk in dat hele netwerk. Die grote vraag naar woningen die is heel dominant in de discussie over hoe we wonen. 1 miljoen woningen tot 2030 ongeveer. Dat klinkt heel veel, maar een blik op de geschiedenis leert dat dat eigenlijk heel normaal is. Iedere 10 jaar vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben we ongeveer 1 miljoen woningen gebouwd. Natuurlijk werd het de afgelopen decennia wel minder, want er is natuurlijk minder ruimte en niet heel onbelangrijk. Bijna 10 jaar geleden hebben we ook bijna triomfantelijk besloten dat het ministerie wat over die woningbouw ging, dat dat wel weg kon en dat we dat niet nodig hadden. En we zien daar nu wel een klein beetje de gevolgen van. Die woningbouwvraag heeft overigens sinds die Tweede Wereldoorlog wel een hele andere vorm gekregen. Dus als je nu kijkt naar de wijken die in de jaren 50 gebouwd zijn, dan woont daar nog maar ongeveer 1/4 van de mensen waarvoor ze gebouwd zijn. Dus daar zie je weer terug dat effect dat we eigenlijk per persoon steeds meer ruimtes aan gaan gebruiken. En Flevoland is dan natuurlijk ook nog een heel speciaal geval, want in Flevoland zijn al die steden, dorpen en andere verstedelijking is eigenlijk allemaal in betrekkelijk korte tijd in 1 keer gebouwd. En is daarom ook betrekkelijk uniform. Het zijn dezelfde type woningen die in dezelfde periode gebouwd zijn. En daarom is wat mij betreft ook de belangrijkste vraag voor de 100.000 woningen waarvan nu wordt gezegd dat die in Flevoland moeten worden gebouwd, niet de hoeveelheid, maar vooral de kwaliteit. Wat voor een type woningen gaan we daaraan toevoegen? Want die betrekkelijk uniforme verstedelijking is echt opvallend als je naar de cijfers kijkt. 14% van de inwoners in Flevoland woont in gebieden met een hoge functiemenging. Nou, dat wil zoveel zeggen als dat je in gebieden waar je dus makkelijk op je fietsje oplopend alle dingen die je dagelijks nodig hebt, kan bereiken. In de rest van Nederland is dat 45%. Dus dat is echt een fundamenteel verschil. Of als je bijvoorbeeld kijkt naar de eensgezinswoningen. Bijna 80% van de woningen in Flevoland is eensgezinswoning. Dat is 15% meer dan het gemiddelde van Nederland. Of Almere bijvoorbeeld. Bijna de helft van de woningen is een tussenwoning. In een stad als Utrecht is dat ongeveer de helft daarvan. Dus dat is echt een groot vraagstuk. En dat is ook een urgent vraagstuk, want met die demografische ontwikkeling wordt ook die vraag naar diversiteit van woningen steeds belangrijker. Die woningen zijn allemaal ongeveer in hetzelfde moment gebouwd. Die mensen die er zijn gaan wonen ook. Dus die worden eigenlijk allemaal gelijktijdig een stuk ouder. En het is heel lastig om in de buurt een woning te vinden die kleiner is, maar toch
aansluit bij wat je behoefte is als je wat ouder bent. En ook voor de jongeren natuurlijk geldt hetzelfde. Is het heel moeilijk om die kleinere woning te vinden. En dan wordt Flevoland toch al snel, vooral de overloop vanuit de omgeving, waar mensen een eensgezinswoning vinden vormen. Dus Flevoland is wat mij betreft zeker geen tabula rasa. Hè? Dus niet een lege polder die we ons voorstellen, waar we al ons probleem van de rest van Nederland wel kwijt kunnen. Niet het overloopgebied. Misschien wel een beetje die puber die toe is aan een groeistuip. En dat wens ik Flevoland ook echt toe. Steden die doorontwikkelen met meer focus op onderwijs, op cultuur en vooral ook op werk. En wat mij betreft is dat dan ook de belangrijkste boodschap. De opgave voor het wonen is vooral datgene wat er al is. In 2050 zal ongeveer van alle woningen die in 2050 zijn, staat 90% er nu al. Dus dat moeten we ons realiseren. Daar zullen we ook in de toekomst fundamenteel anders mee om moeten gaan. En die miljoenen woningen die we nu al hebben, vragen ook om die aanpak van een andere energiesysteem. En het interessante is nou net dat in die woningen die gebouwd zijn in de jaren 60, 70 en 80, die slag enorm goed te maken is. Dus wat dat betreft is het echt heel interessant om in Flevoland daarop te focussen en daarmee niet alleen maar die woningen te versterken, maar ook die buurten en wijken waar ze staan te verstevigen.